Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video Lightburn in Depth. Dit keer helaas een lange video en ik moet ook beginnen met een flinke inleiding. Laat me daar ook gelijk even voor wegnemen dat het een lange video wordt, maar wel een hele belangrijke video. En degene om wie het gaat, voel je alsjeblieft niet aangesproken. Jouw vraag aan mij was de trigger waarom ik deze video ga maken. Wij gaan het vandaag namelijk hebben over het begrip power scale. Ik kreeg de vraag van iemand die aan mij vroeg. Die zei van, joh, als jij nu een tegel wit schildert en je vervolgens zwart daaroverheen schildert. Hè, dat is een manier om tegels te laseren. Welke settings gebruik jij dan? Welke snelheid? Welke power? En mijn antwoord daarop was van, ja, dat is een hele lastige vraag. Het is namelijk niet zo simpel te beantwoorden. Waarom is dat nou niet simpel te beantwoorden? Overigens heb ik hem wel beantwoord en ik heb begrepen dat het geslaagd is. Daar ben ik blij om. Waarom is het nou niet simpel om te beantwoorden? En hier gaan een paar dingen voorbij komen. Het eerste is, op welk materiaal ga je laseren? In dit geval was dat een tegel, maar een tegel is voorzien van een glazuurlaag en ik neem aan dat elke fabriek zo zijn eigen procedé heeft om die glazuurlaag te maken. Daar begint het alvast mee. Hè? Dus niet elke tegel is hetzelfde. Dat geldt ook voor alle andere soorten materiaal. Dit hout is timmerhout, is waaibomenhout. Het is geen balsa, het is iets beter als balsa. Balsa is nog dunner, dus balsa is weer een andere hout. MDF, weer een andere soort hout. Dus hout is ook niet gewoon hout. Je hebt hard hout, je hebt zacht hout, je hebt wat weet ik wat van soort hout dan ook. Dus je materiaal doet het toe. Heb ik glas, heb ik acryl, welke kleur acryl, wat wil ik met dat acryl? Er zijn zo verschrikkelijk veel soorten materialen en het kan best heel goed zijn dat het materiaal wat jij, en ik bedoel daarmee natuurlijk iedereen in de community, wat jij gebruikt, een ander materiaal is dan dat ik gebruik. Dat is dus de eerste factor. Dat is ook een van de belangrijkste factoren in laser graveren. Want dat zijn eigenlijk drie factoren. Hè? Dat is het materiaal, je snelheid en je power. Ja? Oké. De tweede waar we mee te maken hebben, ga je nu ook nog iets als een overdrachtsmiddel gebruiken? Wat ze, volgens mij noemen ze in Amerika travel agent. Wat bedoel ik daarmee? In dit geval werd die tegel eerst wit geschilderd, daarna zwart geschilderd. Op dat moment is de verf is de travel agent. Ga je met acryl werken, dan zul je een metalen plaat gebruiken die je met bijvoorbeeld grijze grondverf spuit. En dan is de grijze grondverf is de travel agent. Ga je glas laseren, is dat tempura-verf, zwarte tempura-verf. Al heb ik trouwens ook gehoord dat wit ook heel goed schijnt te zijn, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Ja. Maar de travel agent, oftewel het overdrachtsmiddel, doet er dus ook toe. Welk overdrachtsmiddel gebruik ik? Want bij verf heb je primers, je hebt hoogglanslakken, je hebt zijdeglanslakken, je hebt matte lakken. Ja. Welke gebruik je? Daarbij komt ook nog eens een keer de kleur om de hoek kijken, want blauw heeft ongetwijfeld andere chemische eigenschappen dan rood. Of wit, of zwart. Dus, los van het materiaal, heb je je overdrachtsmiddel, wat een rol speelt. En jouw overdrachtsmiddel komt misschien wel uit een andere winkel dan mijn overdrachtsmiddel, waardoor mijn settings niet jouw settings zijn. Derde wat heel veel mensen vergeten is de kracht van je laser. Heb jij een 20 watt laser, ingangsspanning, dan heeft hij een uitgangsspanning van ongeveer 5,5 watt. Mijn laser is een 15 watt ingangsspanning, heeft 4,5 watt uitgangsspanning. Dat betekent dat jouw laser sterker is dan de mijne, meer powerful is. En dat betekent dat hij andere settings gebruikt dan de mijne. Ja? Overigens daarmee in weggenomen dat je niet altijd naar die spanning kunt kijken die fabrikant noemt. Je moet daarbij echt even goed kijken of zij nu de uitgangsspanning noemen of de ingangsspanning. Want de uitgangsspanning is degene die interessant is. Dat is de kracht van je laser namelijk. Maar je hebt dus het materiaal, je hebt het overdrachtsmiddel, je hebt de laser. Dat betekent dat mijn waardes over het algemeen never nooit jouw waardes gaan zijn.
En daarvoor zouden we eigenlijk bij elk materiaal en bij elke variatie daarop een power scale moeten maken. En wat dat is, is eigenlijk niks anders als een testgrid met waardes erop. En dit is een heel mooi voorbeeld van zo'n testgrid, want hier gaat ook iets fout. En daar kom ik straks op terug. MDF heb ik dat natuurlijk ook. Je ziet dus bovenin de powers staan, de percentages van de power die ik te lezen meegeef. Aan de zijkant staan de speeds, millimeters per minuut, sorry. En de blokjes zijn dus zeg maar zo ingesteld dat die zeg maar de waarde heeft van boven de waarde van de zijkant, zeg maar. En op die manier kun je gaan vaststellen wat de ideale waarde is. Als we dat nou eens gaan vertalen bijvoorbeeld naar lijststeen, dan heb ik hier lijststeen. Hetzelfde verhaal. Tegels met kleuren gemaakt. Dit is blauw met zwart. Zie je dat? En rood met zwart. En heel frappant bij allebei, maar dat kan een fout zijn in mijn bestandje. Zie je dat die 17, en dat is dan dus de power, dat die niks brandt. Ik heb geen idee hoe dat kan, maar het zou kunnen zijn dat het een fout in mijn setting is. Wil ik even van afwezen. Maar dat is wat je zult moeten gaan doen. Nou is er echt ook een maar. En die maar is dat je eigenlijk een heel klein beetje ervaring moet hebben. Kijk, hier heb ik klakkeloos gedaan wat ik vanaf het internet kon halen. Ik ga je zo meteen laten zien hoe je dit maakt, hoor, geen zorg. Maar dit heb ik van het internet gehaald en varieert van 20 tot 100% power en van 1000 speed tot 3000 speed. Nou, we weten allemaal, als het goed is, weten we dat, ik hoop dat we dat weten, dat als we gaan snijden, dat hoe snijd je nu in feite iets, hè? Hoe zou je iets kunnen snijden als het snijdbaar is? Dat is je speed omlaag, dus bovenin die 1000. Je power omhoog, 100%, en wat gebeurt er? De zaak gaat in de hens. Afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt. Nou, dit wordt natuurlijk nog een stukje erger wanneer je bijvoorbeeld karton gaat gebruiken of papier gaat gebruiken. Dat kun je je voorstellen. Wat er dus van je gevraagd wordt, is een heel klein beetje common sense en verstand. Ja? Dat je zeg maar gaat begrijpen dat bepaalde settings in bepaalde situaties levensgevaarlijk kunnen zijn. Ik kan je zeggen dat zeg maar die 100% bij 1000 die we hier zien, als ik daar een schroevendraaier pak, dan steek ik waarschijnlijk door het hout heen. Zo diep is dat ingebrand, zeg maar. Maar waar het om gaat, en dat is natuurlijk heel belangrijk, is dat we gaan vaststellen van waar zijn dan die kleuren het beste? Van welke kleur wil ik bereiken bij datgene wat ik wil gaan maken? En daar kan ik dan dus de speed en de power bij vinden. Snap je? Daar gaat het om. We zullen ook zien dat wat ik hier gedaan heb helemaal niet zo slim is. Want kijk, als jij op een gegeven moment bijvoorbeeld al weet dat jij hout het beste zo rond de 1800 lasert, dat is deze hier, ja, dan zou je dus simpelweg de andere lijnen uit kunnen gaan zetten, ja, zodat die niet gelezen worden, zodat ik eigenlijk alleen maar die 1800 lijn te zien krijg, of die 1800 en die 2000, en dat ik hier mijn keuzes in kan maken, zeg maar. Ik hoef dus niet dat hele grid te lezen. Nogmaals, het is dus heel belangrijk dat je daar verstandig bij bent, en dat je begrijpt dat een laser ook brandgevaarlijk kan zijn. Maar het is wel een hele belangrijke, want op deze manier bepaal jij je startpositie als het ware qua snelheid en qua power. Ik zeg daarbij niet dat je het nooit aan mij mag vragen of dat je het niet op Facebook op kunt zoeken of op YouTube. Want het is natuurlijk altijd wel handig om een beetje een begin te hebben. Maar nogmaals, mijn settings zijn niet het equivalent waarschijnlijk van jouw settings, tenzij je de exactzelfde laser hebt en dezelfde materialen gebruikt en hetzelfde transportmiddel, overdrachtsmiddel, dan zou het kunnen dat het hetzelfde is. Anders wordt het lastiger, maar het is altijd wel handig om een startpunt te hebben. Dus ik vind de vraag ook niet vervelend als ik hem krijg. Wees niet bang. Ik waarschuw er alleen altijd voor dat ik niet kan garanderen dat mijn settings ook jouw settings zijn. Hè? Van welke verf heb ik gebruikt en noem het maar op. Even wat dingen in de rand hiervan. Dat heeft eigenlijk niet zoveel met die power scale te maken. Daar kom ik zo wel op terug. Even leuk om te weten dat zeg maar, het zei ik net al, dat als je bijvoorbeeld glas gaat laseren en je gebruikt daarbij zwarte tempura. Ik heb recent een video gezien waarin witte tempura gebruikt werd. En dat leek een nog mooier resultaat te geven. Dat is dus een poging waard. En dat wil ik ook gelijk aan je meegeven. Ik wil je aan je meegeven dat het gebruik van een laser is ook gewoon experimenteren, is testen, is oefenen.
En gaat er een keer wat fout, dan gaat er wat fout. En als het gaat om een tegel die met twee kleuren geverfd is, dan maakt de fout gaan eigenlijk geen bal uit. Want in die methodiek wordt alleen de bovenlaag weggelezerd om de foto te genereren, zeg maar. Dus er wordt niets in het glazuur geëtst. Je zou dus simpelweg met aceton of met terpentine of verfverdunner of weet ik wat dan ook, zou je simpelweg die tegel zo schoon kunnen maken en die tegel is gewoon als nieuw. Ja? Anders wordt dat wanneer je de methode gebruikt die ik heel veel gebruik. En dat is witte tegel met daarop een witte verflaag. Waarbij ik op dat moment wel hoogglansverf gebruik. Want dat is ook nog een verschil. Hè? Ga je primer gebruiken, ga je hoogglans, ga je zijdeglans, ga je mat. Ik gebruik hoogglans. Ja? Want op het moment dat ik dan laser, wordt er in het glazuur geëtst. En op dat moment heb je natuurlijk wel iets wat permanent in de tegel zit. Maar dan nog zul je toch moeten testen. Dan moet je maar een paar tegels weggooien. Je wil niet weten wat ik allemaal al weg heb moeten gooien. Geen probleem. Om uiteindelijk tot het resultaat te komen wat ik vaak in mijn video's laat zien. Ik ga je laten zien hoe we een power scale maken. En dat gaan we doen in Lightburn. Zo lieve mensen, dan zijn we in Lightburn. Laat ik vooraf zeggen dat er genoeg websites zijn waar je zelf power scales kunt downloaden. Maar het is zo'n leuke oefening om het zelf te maken. En het is ook helemaal niet moeilijk. Wat wij gaan doen is het volgende. We gaan om te beginnen een rechthoek maken in de grootte van ons materiaal. Dat doe ik altijd eventjes. En ik gebruik zeg maar bij tegels, ik noem wat 15 bij 15. Laat ik maar even tegels als voorbeeld hanteren. Dus ik trek een vierkant. Het is geen vierkant, dat klopt. Als je hier kijkt, dan zie je dat de maten niet een vierkant zijn. Maar daar ga ik nu een vierkant van maken. En mijn tegels zijn 150 bij 150. Dus verander ik dat in 150 bij 150. Ik zet hem op slot. Ik zet hem op een toolpadlaag. Dus een T1. Dat wil zeggen dat hij straks niet gelezen wordt. Het is puur zeg maar een hulpmiddel van hoe groot is mijn werkruimte. En daar ga ik even op inzoomen. Zo, hier hebben we mijn werkruimte. Oké, nu ga ik een vierkantje maken. Ik ga een vierkantje maken van 1 bij 1 centimeter. Dat is meer dan genoeg. Groter hoeven ze niet te zijn. Dus ik maak hier een vierkantje van 1 bij 1. Zo. Is die nog niet? Bijna, zoals je ziet. Want ik had de hoogte iets te hoog gemaakt, dus die zet ik weer op 10. Deze slotje openmaken, daarna het slotje dichtmaken. En dit zet ik op laag nummertje 202, de blauwe laag. En op vullen, helemaal goed, houden zo met die handel. Prima. Leuk. Nou moeten we even gaan vaststellen van hoeveel van die blokjes willen we dan hebben in zo'n array. Nou, het meest gangbare is dat je hem laat laseren tussen de 20 en 100%. Dat wil zeggen dat je 9 blokjes horizontaal hebt en dat je er 8 verticaal hebt. Dus wat gaan we doen? We klikken dat blokje aan hier. We gaan hier naar die array, dat is dat vierkantje met die 9 blokjes. En ik zeg zometeen dat ik 9 kolommen wil hebben en 8 rijen. Even kijken. 9 kolommen. Nou, ze staan natuurlijk veel te ver uit elkaar, hè, die dingen. Je ziet al, we komen buiten het gebied terecht, maar dat is geen probleem. We kunnen namelijk de tussenruimte verlagen, dus dat gaan we even doen. De tussenruimte verlagen. Zodat we genoeg ruimte hebben, even dit veldje naar rechts schuiven, zodat ik mijn hele ding zie. Want ik wil er ook ruimte naast hebben om er tekst naast te kunnen zetten. Ja? Oké, die hebben we. Nu ga ik datzelfde doen, dus in 8 rijen. En ik wil niet naar boven, ik wil naar beneden, dus ik doe de richting omkeren. Zo. En wederom is die tussenruimte veel te groot. Het zijn er 5, 6, 7, 8. En ik ga dan die y-afstand weer terugbrengen, zodat ze dichter bij elkaar gaan komen. Zo, okidokie. Daarmee kan ik dat opslaan en ik heb maar liefst een 9 blokjes van links naar rechts en 8 van boven naar beneden. Dan is het meest gebruikelijk, en weet je het is, je hoeft dit straks, hè, je blijft dit raster gebruiken, je past het alleen steeds aan, let maar eens op. Wat we nu gaan doen, we gaan namelijk teksten erin plaatsen. Ik doe mijn lettersymbooltje en ik begin met 20 power,
Nou, dit is veel te groot natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. We beginnen hem gelijk kleiner te maken. Nou, dit is meer dan genoeg, 5 naar mijn gevoel. Ik begin bij 20%, dus dit zijn de procenten. Dan ga ik naar 30%. Naar 40%. 50%. 60%. Je ziet dat het niet goed uitgelijnd is. Het is allemaal niet zo belangrijk. Ik kan er zo even naar kijken. 70%. 80%. 90%. En 100%. Het eerste wat ik ga doen, ik ga die blokjes selecteren, dus ik pak mijn pijltjestoets en ik selecteer vanaf links, maar dan zo dat ik niet die hele blokkenrij daaronder te pakken heb, alleen maar die cijfertjes. En dan ga ik die zetten op de zwarte lijn. En ik ga hem uitlijnen en dat doe ik even kijken. Altijd even aan het vechten, volgens mij horizontaal. En dan op het midden. Ja. Eventueel kan ik de eentje nog naar links of naar rechts verplaatsen, want uiteindelijk staan ze nog niet echt netjes. Als je dit echt netjes wil hebben tenminste, dat is minder belangrijk. Ik ga hetzelfde doen, alleen nu aan de rechterzijkant. En daar beginnen we bij 1000, dan 1200, dan 14, dan 16, dan 18, dan 2000. En dan gaan we even grote sprongen maken, gewoon puur om te kijken van of ook bij hele hoge snelheden dit nog lekker werkt. We gaan naar 2500 en naar 3000. Dus we gaan teksten hier maken. En we beginnen met 1000. 1200. Met 1400. Met 1600. Je ziet dat het weer niet goed uitgemikt is, dat snap je. 1800. Daar komen we zo dus weer op terug. 2000. 2200. Ik had gezegd 2500, niet liegen. Sorry. En 3000. Nou, ga ze weer selecteren. Dat doe ik weer vanaf de linkerkant. Dus ik selecteer. Oh, wacht even. Ik moet eerst het pijltjestoetsje weer pakken. Nooit vergeten. Zorg dat je. Oh, het blokje ging verschuiven. Dat was niet de bedoeling. wat we gaan doen, we gaan. Alleen de lettertjes hier proberen te raken. Nou, dat hebben we voor elkaar. Dan ga ik hem op de verticale lijn recht zetten. In het midden. En ik schuif hem ietsjes naar rechts. Zo. En dat heb ik ook voor elkaar. Prima. Wat we gelijk even gaan doen, hier rechtsboven hebben we dus de drie zaken. Hè? De hulplijn, de hulpmiddel. Dus zeg maar dat vierkant met de oranje, dat is die toolpad. Dan hebben we de lijn en we hebben het vullen. Ik ga de lijn naar boven brengen. Eerst de lijn maar even. Dus dit zijn de letters, zeg maar. Die gaan naar boven. Die ga ik meegeven. Ja, het hangt ook een beetje van het materiaal af wat je gaat gebruiken. Maar laten we maar even zeggen iets van 1500 bij 50 of zo. Ja. Dat zijn dan dus letters. Geen constante power natuurlijk. Dat is nergens voor nodig. Zo, voilà. Volgende wat ik ga doen. Ik ga uit van deze lijnen met die speech in dit geval, die 1000. Dus ik zet die 1000, ik pak die vullijn en die zet ik op snelheid van 1000. Zo. Hoppatee. Mooi. Ook voor elkaar. En trouwens, de speed, vergeet dat, de snelheid 1000 en het vermogen op 100. Dat is dus eigenlijk het rechtsbovenste blokje, daar zet ik hem op. Daar komt het op neer. Oké. Okay. Zo. Prima, dat hebben we voor elkaar. Nu gaan we zorgen dat elke regel zijn eigen setting als het ware krijgt. Ja? Dus wat ga ik doen? Ik pak weer mijn selectietool. Ik pak deze regel met blokjes. Oh, dat gaat ze niet op deze manier werken. Dat moet ik op deze manier doen. Ja. Die blijft op 0,1 staan. Dus die zat goed. Ja? Ga ik naar de tweede. Die ga ik selecteren. Die ga ik op een nieuwe laag zetten. Die gaat naar laag rood, oftewel 0,2. Ja? De derde. En dit staat nog niet goed hoor. Ga ik zo veranderen? Komt goed. Ik ga de derde.
Die gaat naar de groene laag. En dat is die. Dan ga je bij de vierde. Dat is de gele laag. Is weer niet goed, maar kom ik zo op. Dan krijgen we de vijfde. Dat is de oranje laag. Dan krijgen we de zesde. Dat is de lichtblauwe laag. De zevende. De paarse laag of roze, hoe je het wil noemen. Ik denk dat het paars is, eerlijk gezegd. En de laatste, dat wordt de grijze laag. Goed, eerst wat we gaan doen. We klikken hier op die blauwe, dat was de bovenste. En die staat in feite goed, want die staat op vullen en 1000 bij 100. Ja, dat is de blauwe laag. Je kunt hier zien dat het de blauwe is, hè? Dus door deze blauwe balk. Pak ik de rode. Die staat op lijn, die moet natuurlijk naar vullen. Ja, oké. Vullen, 1200, dat hadden we gezien, hè? Dat zien we daar ook staan. Rechts hier, deze hier, 1200. En 100%. Ja. Hoppakee, dat is beter. Ja. Pakken we de groene. Ik had hem weggeklikt, had ik eigenlijk niet moeten doen. De groene die gaat komen op 1400 bij 100. 100, 1400, opvullen. Ja? Oké. Vooral in de gaten houden dat hij maar één keer ergens langs gaat. Moet ik heel even bij die zwarte nog kijken of ik dat goed gedaan heb trouwens. Ja, zie je, er staat op 4 passes. Dat willen we niet, 1 pas. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat waren mijn snijinstellingen aanvankelijk. Oké, groen hebben we gehad. Gaan we naar geel. Even laten zien weer. Geel moet op 1600 komen. 100%. En hij moet vullen. En hij mag geen 4 keer, maar 1 keer. En daarmee heb ik geel ingesteld. Dan ga ik naar oranje. Die moet op 1800. 100. Dat is goed. En vullen. Dus dat is prima. Gaan we naar blauw. Die moet naar 2000. 100. En slechts 1 keer. Dit is prima. Dat is blauw. Gaan we naar paars. Die moet dus naar 2500. En ook op vullen. Dat is goed. En dan krijgen we er nog 1. En dat is de grijze. Die gaat naar 3100. Ja, en die staan op vullen, is goed. Dus deze power scales staan nu goed. En dat kun je hier ook zien. 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000. En allemaal op 100%. Dat is natuurlijk niet wat we willen doen. Overigens moet ik die blauwe hier aanzetten. Zo, aan. Dit is natuurlijk niet wat we willen doen. Ja. Wat we nu gaan doen. Nu pakken wij... niet de horizontale lijn, maar we gaan de verticale lijn selecteren. Dat is deze. We beginnen bij de eerste. Ja. En dan gaan we naar het tabblad objecteigenschappen. En daar zien we vermogensschaal 100 staan. En die veranderen we naar 20. Wat we dus eigenlijk daarmee doen is, hè, we hebben gezegd van zijn power scale is 100, maar ik wil maar 20% van die 100 hebben. Dus met andere woorden, hij brandt straks maar 20% op die linkerlijn. Ja? Dus 20, dat is 1. Kijk 2. En die zet ik op 30. Zo. Ga ik naar 3. Die zet ik op 40. Dit is eenmalig, hè, want dit kun je straks voor van allerlei van die tests gaan gebruiken. Je moet alleen af en toe misschien waardes veranderen. Dat is het enige wat je moet doen. Gaan we naar die van 50. Die zetten we op 50. Gaan we naar die van 60. Nou, je voelt het aankomen. We gaan ze allemaal doen natuurlijk. Maar ik maak het even netjes af, zoals het hoort. Zo. Gaan we naar die van 70. Ik zie af en toe mijn muis niet meer, vandaar dat ik af en toe moet zoeken naar mijn muis. Ik heb hekel aan muizen, maar in dit geval niet.
die van 80 doen. Nog 3 dus. Eigenlijk nog maar 2 hoor. 80. En dan, als het goed is, de laatste. Je zult zeggen, er is er nog één, maar dat zal ik je zo laten zien. Dit is 90. En dan die laatste, die staat als het goed is namelijk al op 100%. Zie hier, dat is inderdaad het geval. Oké, goed. Daarmee heb ik mijn power scale gegenereerd. En nou komt natuurlijk de truc als je dus iets gaat maken. En stel, je gaat met hout aan de gang. En je denkt, het is heel dun hout, balsa hout, ik noem maar eens wat. Dan denk ik dat jij, qua speed, misschien zelfs wel redelijk hoge speeds nodig hebt, omdat het zacht hout is, dus dan moet hij er sneller overheen, zeg maar. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld hier gebruikt die 1800, 2000, 2500. En wat je dan doet, dan ga je simpelweg die andere uitzetten, je gaat die output uitzetten. ...18, 2000, 2500 zei ik, even als voorbeeld. En wat we gaan zien is dat als ik dat ga lezen, dat hij dan dit ongeveer gaat lezen. Je ziet dat hij licht begint, donker eindigt. Ja? Dat is wat hij gaat doen. Ik had trouwens één ding verkeerd uitgezet. Ik had natuurlijk die bovenste, die lijn niet moeten uitzetten, want we willen natuurlijk wel graag die waardes ernaast zien. Dus dat is niet zo slim van mij. Dan zie je die waardes ernaast. En zo kan je heel gericht de power scale gaan gebruiken. Ik zet ze aan en wat je nou het slimste gaat doen is dit, is dat als je alles aan hebt staan en je hebt het op deze manier gemaakt, dan save je dit. Als zijnde de basis power grid. En iedere keer wanneer je hem nu gaat gebruiken, ga je, oftewel als het heel dik hout is, kun je rustig de gehele test uitvoeren. Maar is het nou iets heel duns wat in brand kan gaan vliegen, zoals balsa hout of papier of karton, dan ga je hogere snelheden gebruiken met... die power die kan je namelijk niet uitzetten zomaar, je kunt wel deze lijn uitzetten, dus de blauwe lijn, maar niet anders uitzetten. Dus wat je dan gaat doen is zeg maar met hoge powers beginnen, laat je hem doen, en is dat niet goed genoeg, dan pak je er nog een wat lagere snelheid bij, enzovoort, enzovoort. En dat doe je door het uit- en aanzetten van deze dingen. Alleen even in de gaten houden, natuurlijk niet als je het uit hebt staan. Uit hebt staan, dan mag je toch gewoon even zeven, want dan kun je het weer aanzetten. Maar als je staat dat je zou verwijderen, dan moet je natuurlijk niet gaan zeven, want dan ben je een stuk van het gesaveerde gedeelte kwijt. Dit ga je dus opslaan. Dit is je power scale, je kunt het even groeperen als je dat wilt. Zo. Je gaat het opslaan en dit kun je dan gaan gebruiken om zo'n power scale te maken. En aan de hand van die power scale kun je gaan bepalen of bijvoorbeeld 50 bij 1800 niet de mooiste kleur geeft. En op die manier weet je eigenlijk welke setting jij moet gebruiken als jij dat wil gaan maken wat je wilt gaan maken. Nogmaals, power scale dus in feite officieel bij elk materiaal, elk verschillende werkwijze die je gebruikt, elk verschillend materiaal, transportmiddel, overdrachtsmiddel. Je zult altijd dus die power scale moeten maken. Ik zeg er heel eerlijk bij, als je wat meer ervaring krijgt, ga je hem steeds minder maken. Dat zeg ik er eerlijk bij. Ja? Maar in het begin is die erg belangrijk en hij is echt om vast te stellen van wat zijn nou jouw ideale settings bij dat materiaal, bij dat overdrachtsmiddel en bij die power van je laser, zeg maar. Ik hoop dat je dat begrepen hebt. Ik hoop ook dat je het gaat gebruiken, vooral als je hem zelf gaat bouwen, want dit is natuurlijk een fantastische training in Lightburn. Tot de volgende keer. Veel plezier en succes. Dag.